Ondanks dat Anton zijn hele leven lang heeft gedroomd van een carrière als muzikant, kon hij na de release van zijn debuutalbum niet lang genieten van het moment. Vlak nadat mijn album uitkwam, overleed mijn moeder. Ze had kanker en was al vijf jaar ziek, vertelt Anton aan Linda Meijden. Eerst stopte ik mijn verdriet weg. Keihard werken, nieuwe muziek maken. Als mensen me ernaar vroegen, stak ik een voorbereid rietje af. Ik wilde niet bij mijn gevoel komen, voegt hij toe. Het wegstoppen van zijn emoties hield de rapper niet heel lang vol, want na een half jaartje kampte hij zelf met zowel fysieke als mentale klachten. Ondanks dat hij voorheen niet over zijn gevoelens wilde praten, bleek dat hem juist nu wel te helpen. Ook mediteren helpt de zanger bij zijn mentale gezondheid. Zeg alleen niet tegen me dat ik haar dood een plekje heb gegeven. Dat vind ik zo'n bullshit. Het is nog even kut als een jaar geleden. Ik heb alleen een manier gevonden om er mee te dealen, vertelt Anton aan het Meidenblad. Ondanks de verdrietige tijd kende Anton ook veel vreugde. Afgelopen oktober blikte de rapper met ons terug op een uitverkocht Paradiso, het was gekkenhuis. Boven verwachtingen. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen mijn muziek al zouden kennen.